Vrienden, we hebben contact met Harlingen volgens mij. Ja, dit moet Harlingen zijn, want we zien Piet Paulusma. Dat klopt, je bent in Harlingen. Ja. Je ziet mij ook, ik zie jou ook, Harry. Zo is het, Piet. Beste vrienden, Piet Paulusma is, en dat weten we allemaal, de allerbeste, en daar is geen twijfel over mogelijk, de allerbeste weerman van Nederland. Piet, dat klopt wat ik zeg, hè? Ja. Ja, dat zal ik niet over mezelf zeggen. Hè? Dat zal ik niet over mezelf zeggen. Ja, dat zou ik maar doen. Zeg gewoon ja en klaar. Nou goed, dat is zo, beste vrienden. Want elke keer als er een lange termijn voorspelling wordt gevraagd aan verschillende mensen van het weer, dan heeft Piet Paulusma, en daar zit hij, je kijkt naar hem, die heeft het altijd bij het rechte eind. Klopt, Piet. Zeg maar ja. Nou, de afgelopen zomer is goed gegaan vorig jaar. Ja. En de winter ook, want het is winter geworden. Ja, zie je. We zijn op schaatsen gekomen en daar ben ik nog steeds blij om. Want daarmee kun je aantonen dat het nog altijd winter kan worden, Harry. Ja. Piet, wat hebben we nu? We hebben de mensen in coronatijd. Ja. Die hebben allemaal een vervelende periode achter de rug. En die komen pas uit de maatregelen over een maand of anderhalf, twee, hooguit misschien. En ik wil van jou, om die mensen een beetje moed in te spreken en een beetje vrolijk te maken, wil ik van jou horen, wat voor weer gaan we krijgen over anderhalf, twee maanden? En hoe gaat die zomer verlopen? Want daar hunkeren die mensen naar, daar verlangen ze naar. Ja, over anderhalf, twee maanden, Harry, is het al bijna zomer. Ja. En dan gaan we het ook even hebben over die zomer, maar ik kom altijd op 1 juni. Ja. Op 1 juni begint de meteorologische zomer, kom ik altijd met mijn zomervoorspelling. Okay. Maar ik wil je alvast even een voorproefje geven. Graag. Als ik naar de zomer kijk, ja, wordt dat een zomer die echt wel flink warm zal zijn. Oh. Opnieuw wel kans op een hittegolf. Oh. Maar daar is niet iedereen blij mee. Oh. Het zal ook wel wat wisselend zijn. Hè? Dus je krijgt je zware onweersbuien ook. Maar bovenal, avonden om buiten te zitten. Als dan de maatregelen van corona voorbij zijn, kunnen we vaak op een avond lekker lang buiten zitten. Dan kunnen we weer even naar het strand, dan kunnen we er weer even op uit. Juist, dat is wat ze willen. Maar laten we nou eens zeggen, vanaf half mei, hoe gaat het dan, ja, het weer verlopen? Is het dan fris? Is het dan nog... Ik ben een beetje voorzichtig met het voorjaar. Ik vind de start van het voorjaar in maart en in april niet zodanig dat ik zeg van lange stabiele perioden. Oh. Ik denk dat er wel warmte komt in mei en dat we daar ook een aantal zomerdagen krijgen. Dus het wordt best nog wel af en toe genieten. Oh, zie je, kijk. Piet, die komt eerst met een beetje negatief en dan toch draait hij hem toch weer positief. Nee, maar dat is toch zo? Je moet ook het positieve zien. Niet elk voorjaar is zomer. Niet elke zomer is zwaar zomer. Maar ik verwacht deze zomer toch best wel een stevige zomer. Met flink wat warmte. Alleen af en toe wat minder stabiel. Maar wat noem jij een stevige zomer? Geef eens wat aan dan. Hoeveel dagen dan krijgen we? Nou, een stevige zomer is bij mij een zomer die flink warm is. Ook te warm zal eindigen over de maanden juni, juli en augustus. Over 30 graden, 25 graden, wat hebben we dan? Nee, maar die 30's die komen deze zomer wel. Oh, ja, tuurlijk. Oké. En 25 ook wel? 25 ook wel en de 20's ook wel. Maar er zit soms wel, misschien wel even een inzinking bij, maar dat hoort bij de zomers. Nee, ga er maar vanuit, Harry, dat het een flink warme zomer wordt. Oh. De definitieve zomervoorspelling komt op 1 juni. Oké, dan komt die. Maar als je het nu, zoals jij nu... Maar kijk, want Piet heeft helemaal zijn eigen apparatuur, jongens. Dat vergeet in Harlingen daar. Dat is een centrum daar met het weer. En Piet ziet elke hoge drukgebied uit de Azoren. Ziet die aankomen. En de golf van Biscayen. Als daar dan ook weer een beetje een lage drukgebiedje is, dan heeft Piet hem al gelijk. Heeft hij hem in het vizier. Dus als Piet zegt, het wordt een lekkere zomer, het wordt een goede zomer. Daar het dan wordt een flink warme zomer. En er zitten heel veel mooie dagen bij. Nou, stranddagen, warme avonden. Maar ook een paar inzinkingen, die horen erbij. Oké. Goed. Kijk, dat is nou weer typisch Piet. Het dekt hij zich een beetje in. Maar ga er maar vanuit, vrienden. Want hij zegt, het wordt een lekkere zomer. Nou, hé. We gaan afsluiten, Piet.
Maar luister, en hoe doen we dat ook alweer, Harry? Ja, ik bedoel, maar ik kan het nooit goed uitspreken. Maar, leg mij nou eens uit waar de clue zit van hoe jij altijd afsluit. En wat betekent het precies? Tot morgen of het... Tot morgen. Ja, wat betekent het? Tot morgen. Tot morgen. Dus tot morgen. Tot morgen, Harry. Ja, maar hoe zeg je dan... Hoe, is het, jij zegt ut of ot? On. On. Oh. Ja, ont. 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 Morgen. Ont. Morgen. Ja, dat doe je heel goed. Je bent bijna geslaagd. Ja, dan heb ik het heel langzaam gezegd. En dan moet ik het dus net zo vloeiend kunnen als jij. Ja. Ont. Morgen. Ja, prima. Tot morgen, Harry. Ont. Morgen.